Ja, dat is duidelijk waartoe ze in staat zijn. Wie is er nog meer tot iets in staat? Onze landgenoot Tom Coronel, die doet het uitstekend in Japan in de Formule Nippon. Hij deelt daar de eerste plaats samen met de Japanner Soshi Motoyama. Maar daar zou in de zesde race op het circuit van Sugo verandering in kunnen komen. Of dat ook gebeurt, kijkt u naar het raceverslag met commentaar van Allard Kalf. De zesde wedstrijd van het Formule Nippon kampioenschap op het circuit van Sugo. Met Tom Coronel op pole position. Daarnaast de leider in het kampioenschap samen met Coronel. Dat is Satoshi Motoyama. Maar het is de Nederlander die de leiding neemt in de eerste bocht. En dan eigenlijk meteen heel rustig aan een voorsprong kan gaan werken. Daarachteraan is het Motoyama. Ook Takuya Kurosawa zit er goed bij. En Yuichi Wakisaka. Zo hebben we alle Japanners weer gehad. En daarachter rijdt dan ook nog Michael Kroem, de Duitser, rijdend voor het 5-Siegen-team, waar ooit Mika Salo voor reed. De snelste ronde, en dat is startnummer 64, dat is Tom Coronel op zijn Japans geschreven, een 1:15.447. Later zou hij nog iets harder gaan. In 1:14.640 zou uiteindelijk de snelste ronde in de race worden voor Tom Coronel. Tetsuya Tanaka en de man met startnummer 19, Masami Kageyama. Hun race eindigt hier in de eerste bocht. Een harde impact voor de man die stilstaat. Dat is Tanaka. En daar zien we dat. De B-Brides Impul rij naar B-Brides. Dat betekent je moet een bruid zijn. Leuke naam voor een raceteam. Voor hun is de race over, voor Coronel niet. Hij stond gedeeld eerste in het kampioenschap met Motoyama. Nummers 1 en 2 in de wedstrijd, dus ook de nummers 1 en 2 in het kampioenschap. Sugo, de eerste race voor de tweede helft van het jaar. En het eindigt allemaal op Suzuka, 2 weken na de grote prijs van Japan. Start nummer 1, Satoshi Motoyama, rijder ook van Nissan. Op jacht naar Honda-rijder Tom Coronel. Uiteindelijk komt hij zo'n 7 seconden tekort op de Nederlander die zijn tweede overwinning van het jaar gaat halen. En eigenlijk een hele simpele overwinning op weg naar misschien wel het kampioenschap. Een kampioenschap waar de Japanners overheersen. Tom Coronel eigenlijk de enige is die een beetje tegenstand kan bieden. Peter Dumbreck en Ralph Furman. Die staan toch op grote achterstand van de Nederlander. En daar ook met startnummer 65, teamgenoot van Coronel Matsusada. In de andere PIAA, Reinhard Mugen Honda. De Nederlander waar toch interesse voor is in de Formule 1. Niet in de rol als racer misschien nog volgend jaar, maar zeker als testrijder voor een van de teams. Moet hij wel meer wedstrijden winnen en als het even kan, het kampioenschap. Wedstrijden winnen is hij op dit moment erg goed mee bezig, want de zesde ronde kan hem niet meer ontgaan. En zoals altijd is de Nederlander erg blij als hij over de finish komt. Laat het stuur los en dan trapt hij daarna vol op de rem, blokkeert al zijn wielen, een hoop rook. Maar dat doe je als je blij bent. Dat is ook zijn teambaas daar in beeld, Satoru Nakajima, voormalig Formule 1 coureur. En dan kom je terug. En let op, het vingertje omhoog, dit ken je uit de IndyCars. Een hoop rook, een halve donut, maar Tom Coronel is blij met zijn overwinning. Het publiek ook, applaus. En zij krijgen de handschoenen van de Nederlander, die nu met 4 punten voorsprong aan de leiding gaat van het kampioenschap. Tom Coronel over zijn race, die eigenlijk van start tot finish de zijne was. Yeah, this was my race. I really needed this one. And it's there. It's brilliant. The team did a good job. Everything went perfect. Made a good start. Took the lead in the middle of the race. And at the end, just controlled. Aldus Tom San, die nu een beetje nat is van de Japanse champagne. Eerste dus Tom Coronel, tweede Satoshi Motoyama, derde Takuya Kurosawa, gedeeld met Michael Kroem en vijfde Yuichi Wakisaka. Stand, nou. Tom Coronel aan de leiding, 36 punten. Tweede, Motoyama. Derde, Mitsusada. Gedeeld met Peter Dumbreck, de Schot. En vijfde, Masami Kageyama.